Wie is de mol? Bekend van 2019. En ik heb een gast bij, dat is mijn broer Jeffrey Wijkhuizen. Als je hem niet kent, dan ken je op mijn kanaal niet, want hij komt bij sommige video's. Maar Merel is gewoon de mol. Ik heb het gehoord. Merel? Oh, ik dacht Rick. Nee, dit. Ja, ik zat de hele tijd, ik zat echt vanaf aflevering 1 zat ik op Rick. Maar die was het niet. Nee, die was het niet. Zoals het dus, van wie is de mol dan? Ja, eigenlijk. Ik ben de mol. Ja. Dat zal natuurlijk wel een heel mooi hint zijn. Ja. In ieder geval, de vorige aflevering had ik gezegd wie de winnaar was van Wie is de Mol. Helaas heb ik die niet door. Moet ik altijd wel een beetje nagevoelen dat Nieuws 34 vragen goed had. Ja, dan kun je wel verwachten dat Sarah erover kwam. Ja, dat is te weinig. Ja. Dat is gewoon te weinig. Maar goed, in ieder geval, dat maakt niet uit. We hebben gewoon de mol door. En ik was wel super blij dat ik die foto zag van Merel. Want ja, dat was wel een moment van... I got her. Ja, knap. Ja, we hebben ook een beetje de hints en theorieën teruggekeken op internet. Maar goed, er kwamen heel veel titels voorbij komen van ja, de titel van aflevering 1 was dit, de titel van aflevering 2. Ja, dat hadden wij niet besproken. Tenminste, de afgelopen 2 afleveringen wel. Maar goed, ik vind dat gewoon heel lastig om dat te kunnen zien. Maar het voornamelijke vond ik wel, wat ik wel heel mooi vond, is dat bij de leader inderdaad die foto's voorbij zien kwamen. Maar ook die letters, en dat was inderdaad de mol... was dan met de Griekse Romeinse cijfers 4. En wie was de vierde leader?
merel. Dus daar was ik wel trots op dat ik die ontzagd heb. Ja. Dus, maar ja, er waren gewoon hele goede omhoogacties van merel. Zeker, ik denk dat zij wel echt een van de beste is geweest. Misschien wel de beste. Ja. Ook wel een beetje net als Jan, heel sneaky dingen probeerde. Ja, heel sneaky inderdaad. En heel, Jan was nog wel wat heftiger daarin, maar... Ja, maar sowieso. Ik ook al trots op was van mezelf dat ik dat wel heb gezien bij mijn vorige aflevering van aflevering 4. Maar dat ik het helaas niet ben doorgegaan, want ze zei op een gegeven moment gewoon bij de Jenga ja, dat ze de mol of een joker konden verdienen. Dat ze gewoon letterlijk dit deed. En niet alleen maar bij Evelien, maar ook gewoon bij Sinan. Ja. En ja, bij gewoon heel veel. En bij Nicky ook nog. Ja, bij iedereen hoor. Iedereen was natuurlijk heel geconcentreerd, dus dat snap ik ook wel. Maar wij als moloten konden dit gewoon zien. En ook gewoon op een gegeven moment bij de verjaardag van Jamie, dat ze gewoon op een gegeven moment bij die blokje, gewoon weer bij die Jenga blokje, gewoon drie keer mol schreef. Ja, het is weer zo'n Jan-actie gewoon, van ze doet het gewoon letterlijk voor het ding. Ja. En ook gewoon voor ons. Ja, dat is bijzonder dat we dat dan gewoon niet ontdekken. Dus dat is wel... Het lijkt wel of de mol elke keer brutaler gaat worden. Ja. Dus steeds meer gewoon... straks gaan ze echt nog dingen doen zoals heel veel jaren terug. Toen hadden ze ineens een goed shirt aan. Maar niet één aflevering. Elke aflevering wel een goede shirt. Straks gaan ze dat gewoon weer erin lassen. Wordt echt heel brutaal. Hoor. Ja, het wordt steeds meer brutaal. Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, want ook met die kamer, zeg maar... Die balkon en zo. Ja. Ook gewoon heel brutaal langs de gang, helemaal niks doen en zo. En gewoon echt foute antwoorden geven, hè, door dat kaartje gewoon verkeerd voorlezen. Ja, dan hoeft er maar eentje op jouw balkon te komen om dat te checken, je hangt, hè. Ja. Dan is het gewoon klaar. Dan weet je gewoon van, je doet gewoon dingen voor zeggen die niet kloppen natuurlijk. Dus. Ja, ik weet Paul niet hadden door kunnen hebben, maar ja, die zat te dansen van de verre. Ja, ik had een balkonnetje, jongens. Ja, dat stond er gewoon letterlijk voor, dat zei het gewoon niet had. Ja. En die bananen, ook heel... Ja, heel sterk. Hartslag op 10, denk ik, als mol, hoor. Maar ik denk het voornamelijk wat ik heel sterk vond van Merel, is dat ze gewoon op een gegeven moment, bij die lezenopdracht, zeg maar, dat ze dan op een gegeven moment gewoon briefjes eruit kan halen. Ja, dat is natuurlijk de ideale molactie. Want daar ziet niemand natuurlijk wat je doet, dus ja dat is natuurlijk het makkelijkst. Ja. Maar op een gegeven moment ook gewoon door blijven gaan zeggen van ja jongens, ik ben er bijna en ik heb nu dit, maar de lezenbewegers moeten heel eventjes wachten. Ja, neem de tijd joh, neem de tijd. Oké, prima. Ja, en natuurlijk heel, heel goed natuurlijk van Merel dat ze op een gegeven moment gewoon in haar BH gewoon de geldopdracht 1500 euro in haar BH gestopt. Ja. En dat ze na toe zegt van even later, dan heb je dat nodig. Nou, dat hadden we natuurlijk gezien. Bij die enveloppen, dat ze heel sneaky inderdaad zo snel mogelijk dat pakte. Ja. Wat ik ook inderdaad door had, dat ze heel snel die enveloppen pakte. Want ik denk ook van ja, als mol zijnde, moet je natuurlijk heel snel zijn. En zij was ook inderdaad ook de snelste. Ja. Dus dat was ook wel heel knap. Ja, dat is wel dapper als je dat durft natuurlijk, om zo die enveloppen dan zo snel te pakken. Ja, dat zei ze ook. Hè, van, ik denk dat niet zo eng is, omdat je weet dat iedereen wil dan zo snel mogelijk enveloppen. Hè. Dat is net als bij de jokers. Gauw pakken, dat valt niet op, maar dat je dan inderdaad durft om die envelop open te maken en dan die geld te wissen. Maar ook heel veel, dat heeft ze dus echt al vanaf aflevering 3 of zo, ik weet niet wanneer die leesopdracht was, maar... Aflevering 2, hoor. Ja, dan moet je al weten dat je dus in aflevering 6, 7 dat gaat doen. Ja, dus, en dat is echt knap. Al vooruitdenken. Want ja, ze is heel dat is echt al, dat is wel knap, dat je dat dan al helemaal uitgestippeld hebt en dan ook gewoon uitvoert natuurlijk. Want ja, moet ook wel kunnen natuurlijk. Ja, daarom. Het zal maar eens gewoon niet kunnen. Ik denk dat je gewoon echt elke keer met van die tuk-tuks om je heen zit. Denk, ja, ik kan nou moeilijk ze gaan wisselen. En dan zit je met die zoveel geld in je handen. Ja, precies. Dus knap. Ja, het is gewoon sowieso een hele goede mol. Ik had in ieder geval wel verwacht dit seizoen dat de vrouwen ze zijn. Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Het was gewoon het gevoel. Ik had zoiets van, ja, twee mannen. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Maar ik had wel het gevoel dat het weer een vrouw zou zijn. Ja, dat moest haast wel. Het zijn nu twee of drie keer achter elkaar. Ja, twee, drie keer een man. Dus een man geweest is dan... Ja, niet zo wat lijn natuurlijk. Maar ik had wel verwacht dat dit keer een vrouw zou zijn. Dat is het fiets van... meest logisch inderdaad. Dat ja. Begon aan het begin wel even te twijfelen dat er zoveel vrouwen uitgingen. Maar, maar ik ben in ieder geval blij. Want ik hoef in ieder geval mijn schoenen niet meer op te eten. Want ik had gezegd, als Sarah de Mol is, dan eet ik mijn schoen op.
Dus dat is in ieder geval een voordeel. En ik ben ook blij dat het geen Sarah is, want iedereen zat op Sarah. Ja, en ik ga nu uiteindelijk blijven dat dat niet zo waar is, want ik heb zoveel gelijk. Ja. Sarah is niet de mol, Sarah is de winnaar of verliezer. Ja. Maar die is te opvallend. Ja, zij speelde wel als... Ik denk dat zij wilde spelen als mol. Dat ze dat probeerde. Dat zij dan was heel de verdenking op haar wilde opleggen en zo te kunnen winnen. Ja. En ze heeft natuurlijk ook uiteindelijk gewonnen. Dus ik denk dat dat wel een beetje haar manier was om het spel te kunnen winnen. Om gewoon te doen alsof je de mol bent. Want ja, dat is de beste manier als kandidaat om te doen natuurlijk. Als jij gewoon de mol speelt, ja, dan is het niet zo moeilijk. Ja. Dan denkt iedereen dat jij het bent. En jij kan gewoon er tussendoor sluipen met de vragen. Dus dat was ook wel een slimme tactiek. Ik weet niet of dat opzettelijk is gedaan. Maar ja, wat ik wel jammer vind van veel gemonteerd. Dat ze dat niet hadden gezien. Want op een gegeven moment deed Mio natuurlijk dat ze de vrijstelling konden verdienen. Tenminste, dat wisten ze niet. Maar dat ze op een gegeven moment de foute stok eruit trok. Ja, ja. Dat vond ik dan wel jammer dat ze dat niet zagen van... Waarom hebben ze dat niet laten zien? Was het inderdaad ook echt een fout? Of... Ja. Want dat kan niet anders, want zij wilde die joker niet. Ja, nee. En ze was ook zo helemaal in tranen, alsof het gewoon echt bij het hoorde gewoon. Ja. Dat ze gewoon niet dacht, oh, wat doe ik nou stom en nou lig ik eruit en... Ja, dat vond ik wel jammer, dat ze dat niet hebben laten zien of verteld van ja, waarom. Want dat was wel een van mijn vragen van ja, maar was dat nou is het gespeeld of was het dan... Want als dat gespeeld is, dan heb ik een situatie dan helemaal toch. Kan je nou goede tijd dat is echt wel. Zo, ja. Nou, dan beter zo, dan kun je gewoon karreën of zo. Ja, ik denk dat het echt letterlijk gewoon... Zo'n spel duurt volgens mij echt een uur. Ja. He, dat wordt natuurlijk op de film. Ja, al die stopjes moeten eruit natuurlijk. Ja, dat duurt volgens mij een uur. En er worden natuurlijk altijd presentatieshots en dingen shots allemaal tussendoor nog gemaakt. Ja. Dus ik denk dat echt een uur duurt, zo'n spel. He, met die trackdingetjes dan. He. Ja, daarom. Dus ik denk dat je zo dan in die concentratie bent en misschien eventjes uit de concentratie bent, omdat dat natuurlijk allemaal zo eentonig is, dat ze echt per ongeluk gewoon dacht, oh, ik pak gewoon even een stokje, maar niet bij nadenkt van, oh, wacht even. We zitten al zo ver in dat spel. Ja. Nu trek ik misschien wel mogelijke verkeer uit waardoor zo'n joker valt. Ja. Dus ik denk dat dat meer het geweest is. En dat ze dan zo uit die spanning werd gehaald dat ze dat in uitbarsten. Oh, je hebt het nou gedaan. En... Dus maar ja, in ieder geval sowieso samengekort. Het is een hele goede mol. Ja, ik vind het echt wel in mijn top 3 zitten. Ja, ik denk wel mijn top 2. Ik blijf Jan nog steeds de beste vinden. Ja, maar Jan was wat nog agressiever dan. Ja, nog agressiever. En daar hou ik wel van. Echt zo'n agressieve... Mio was ook wel echt heel agressief en wel een beetje... Maar ik had meer bij aflevering 8 dat ik had door. En op een gegeven moment ook bij die... dat ze op een gegeven moment dat dingen moesten ingooien bij het vuur of zo met het geld. Ja. Had ik haar ook wel heel snel door. Dus op een gegeven moment gewoon een paar vlot erin deed. Ja, dat is... Had ik haar ook door. Nou, sowieso bij die koffieopdracht. Inderdaad, vond ik ook heel sterk. Ja. Dat zij heel snel achter die laptop willen staan. Ja. En ook heel veel foute antwoorden gaan. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel knap. Maar goed, in ieder geval, ik weet niet of ze cheat, maar ja, in ieder geval een applausje. Ik vind het echt een hele goede mol. Een knappe gedaan. Ik weet niet of jullie het een hele mooie, goede mol vinden, dus laat het ook zeker eventjes in de reacties weten. Ja. Laat ook eventjes zeker wat jullie nog steeds hadden gedacht. Van, nou, ik vond het ook wel jammer dat ze dit niet hadden laten zien. Of ik had bijvoorbeeld heel erg verwacht dat Nieuws de mol was en waarom ik Nieuws had verwacht. Ik had natuurlijk ook bij aflevering 7 of zo had ik ook Nieuws verwacht, maar heel snel geswitcht naar Merel. Nog even samenkomen op mijn giveaway. Want ik zal natuurlijk een mol joker weggeven aan iemand anders. Maar helaas heb ik slecht nieuws. Want er is niemand, maar namelijk niemand die op Merel zat. Niemand? Niemand. Heeft niemand van jullie op... Er zat helemaal niemand op... Ook niemand op Rick, dus dat opzicht, als ik het goed had, dan was ik de enige in Nederland hoor die het had. Ja, maar goed, in ieder geval, nu zit het natuurlijk in teleurstelling, want ja, sommigen misschien willen dit wel winnen. Ja, jammer dan. Dus, ik heb een hele leuke... Nou, ik heb een heel mooi aanbod. Oh. Want, ik ga niet stoppen met hints en theorieën dit jaar. Want Wie is de Mol in België gaat ook beginnen volgende week. Ja. En daar ga ik ook in aflevering 4 en misschien ook al in aflevering 3, maar dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval in deze hints en theorieën ga ik een joker
weggeven. Dus wil jij nog steeds deze joker winnen? Dat kan nog steeds. Check dan zeker mijn volgende video van hints en theorieën van Wie is de Mol in België. En misschien win jij deze joker wel. In ieder geval, ik wil jullie wel nog ontzettend bedanken voor deze hints en theorieën van Nederland. Ik heb er super van genoten. Ik heb heel veel hints gekregen van jullie allemaal. Ik heb ook heel veel hints en theorieën gezien op Twitter, op Instagram. Bedankt er allemaal voor al deze hints en theorieën. Wil je nog heel die afspeellijst afkijken? Dat kan. Check dan zeker mijn video's. Hier abonneren, dat lijkt me super tof, want we kijken allemaal wel, dat is allemaal leuk. Maar ja, ik heb ook wel abonnees nodig natuurlijk. Ja. Dus abonneer ook zeker op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende. En op de Facebook zit bijna op 400 abonnees. Ja, dus doe ook abonneren. Het is heel simpel, gewoon abonneer op mijn kanaal en daarna eventjes op de i-kaartje. I. Ik heb hem door, hoor. I. Ja, en I zit daar. Oh, I. I.